Dus de oude heeft daar 20 jaar gestaan. En we voelden ons ook altijd zeer vereerd, omdat het natuurlijk over de hele globe deze palen staan, in Den Haag. En ik herinner me nog dat memorabele moment van toen dat dat lukte. En daar hebben we eigenlijk zo'n 20 jaar van genoten. Nou, hij was op. Materieel gezien dan, hè, moeten we zeggen. Van de buitenkant zag je dat eigenlijk niet. Maar we dachten wel dat hij bij de eerste volgende windvlaag misschien weg zou gaan. Geweldig dat we nu een nieuwe hebben. Aangeboden door Vredeseducatie, de werkgroep Vredeseducatie Groesbeek. En ons, daar zal ik straks nog iets over zeggen. Op dit moment, 21 september, dat is de Internationale Vredesdag. Dus over de hele wereld en ook in Nederland vinden vandaag talrijke activiteiten plaats om daarbij stil te staan. En het thema leent er zich natuurlijk voor om er iedere dag bij stil te staan. En dat is misschien ook wel het bestaansrecht van dit museum. Want dat doen we natuurlijk, bij vrede en vrijheid. Daar komen we straks ook nog op terug. Ja. Het programma is als volgt. We laten ons zo meteen eerst inspireren door theologen, bijzonder hoogleraar Christa Anbeek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dat wordt een hele bijzondere voordracht, want het gaat eigenlijk, Christa, vooral over gemeenschappen met één hart. En wat dat kan betekenen voor de samenleving. En die verbinding met het thema van vandaag, die zult u automatisch wel leggen. Daarna gaan wij naar buiten, als het droog is. Nu misschien niet, maar zo meteen is het droog, gegarandeerd. Ja. Hebben ze ons beloofd. En dan gaan we door de hoofdingang, want die gaat wat sneller, die tourniquet die rondrijdt, gaan we door die hoofdingang naar buiten, naar rechts. U kunt gewoon de stroom volgen. En dan gaan we naar de plek waar de zuil onthuld wordt. Al daar een muzikaal intermezzo van Ted Maas en Gerard de Boer. En ik weet nooit hoe ik het uit moet spreken, Boer en Maas of Boerenmaas. Dat gaan ze straks zelf vertellen. Daar zal ook de werkgroep Vredeseducatie nog spreken. Ik zal een kort woordje zeggen. En dan natuurlijk vooral de onthulling door drie jonge medewerkers van het Vrijheidsmuseum. Dat ligt een soort toepasselijke jeugd, toekomst, gemeenschap met een hart, Christa. Dat gaat wel lukken, denk ik. En dan sluiten we daar ook weer af met een prachtig stukje muziek. En vervolgens komt het zwaarste onderdeel van de middag voor een hapje en een drankje. Gaan we naar binnen, weer terug naar het museumcafé. En ook daar krijgen we nog een heel mooi stukje muziek te horen. En als het dan goed is, dan zijn we rond 4:30 ongeveer klaar. Christa, ik geef graag jou het woord. Ja. Dankjewel. En heb je de handbediening van de PowerPoint? Ja, heb ik. Goed zo. Dan mag die alvast eentje door. Hartelijk dank voor de introductie, Wiel. En aan alle hier welkom en dank u wel voor de uitnodiging. Ik weet niet helemaal wie daar verantwoordelijk voor is, maar ik was erg verrast en ook wel vereerd dat ik hier vanmiddag iets mag zeggen bij de gelegenheid van de onthulling van de nieuwe zuil met in het Engels. Ik weet niet of de tekst ook in het Engels erop staat, je voelt van wel. Iets harder. Iets harder? Ik zal iets rustiger ook proberen te praten, dan komt het misschien iets duidelijker over. Maar met de tekst, may peace prevail on earth. Mogen er vrede heersen op aarde. Kan die een verder? Het initiatief, ik ben hier 2 weken geleden geweest om mij iets te laten vertellen over wat er vanmiddag precies de bedoeling was op deze internationale dag van de vrede. En met veel enthousiasme vertelde Wiel mij, nou, het bijzondere is ook de samenwerking tussen het museum en de educatiegroep Vrede Groesbeek. En naar ik begreep ook de werkgroep Vredesinitiatieven van de gemeente Berg en Dal. Maar die zullen misschien samenvallen. Ja, oké, dus dat heb ik het toch goed begrepen. Ja, dus de logo's heb ik goed bij elkaar gehad. En daar zitten we denk ik al bij een belangrijk iets vanmiddag. We hebben niet heel veel tijd, maar wel dat om te kunnen vliegen naar welzijn, bloei en geluk van onze aardegemeenschap, hebben we 2 vleugels nodig. Vrede en vrijheid.
En die zijn sterk met elkaar verbonden. Vrede, die vrijheid garandeert. Vrijheid, zodat we in staat zijn om te kunnen doen wat ons hart ons ingeeft om onze aardige gemeenschap te redden.